Dit programma wordt u aangeboden door deze sponsors. Kennis met de nieuwste aanwinst van KVO Stende, Sebastien Lucinho, amper 19 jaar en definitief overgekomen van A-agent. Sebastien Lucinho is een joueur. C'est d'abord qui aime beaucoup jouer au football, qui aime beaucoup le ballon. J'aime beaucoup bouger sur le terrain, donc j'aime tout ce qui est action, etc. Et après, voilà, c'est un peu ce qui me résume. J'ai choisi Ostende parce que tout d'abord, c'est un club qui a de l'ambition. Je pense que c'est vraiment un club où il y a moyen de faire de belles choses. Et avant tout, j'ai regardé le projet qu'on m'a donné à Ostende et j'ai vraiment trouvé ça chouette. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers ici. À Gand, j'ai passé de super moments. Je pense que je vais pas dire de mauvaises choses sur Gand. Mais c'est vrai que ces 7 derniers mois ont été très difficiles parce que bon, il y a eu un nouveau coach qui a donné son dispositif. Je rentrais pas dans ses plans, donc c'est vrai que c'était pas facile. Mais bon, j'ai continué à travailler, mais c'était pas facile. Ces 7 derniers mois n'ont pas été les plus faciles. Bij Gent speelde Lucinho natuurlijk samen met Laurent de Poitre en Thomas Fouquet, twee ex-spelers van KVO. Hij kreeg dus al wat inside information. Je leur ai demandé quelques petites choses, ils m'ont raconté quelques petites histoires. Donc, non, et c'est deux gars super et ils m'ont dit que du bien. Ils racontaient certaines choses qui se sont passées en stage, certaines anecdotes avec certains joueurs quand ils sortaient, etc. etc. Enfin, il y a pas mal d'histoires, c'était assez drôle à écouter, quoi. Lucinho speelde in de jeugd, zowel bij Anderlecht als Standard. C'était des bons moments. C'était des clubs de prestige aussi, qui sont des grands clubs en Belgique et ça m'a beaucoup appris. La mentalité, plusieurs mentalités, parce que bon, moi je viens de Bruxelles, j'ai connu Liège, etc. Donc ça m'a apporté beaucoup d'expérience, humainement, donc c'est que positif. J'ai été formé comme back droit, donc je connais mieux les automatismes de back droit, mais c'est vrai que j'ai quand même été attaquant de droit quand j'étais plus petit. Et on me met souvent là pour profiter parfois de certains atouts, déplacements, mouvements, etc. Donc c'est vrai que je peux jouer là aussi. Zijn echte doop bij KVO Stende heeft hij nog niet gehad. Niet op het veld, maar ook niet ernaast. Hij heeft nog niet moeten zingen. Je m'y attends, mais pas encore. Pas encore, ça va arriver. Ça, c'est baptisage, c'est dans chaque équipe ça. Dit weekend kwam Lokeren op bezoek in Oostende. KVO-TV ging de sfeer opsnuiven naast het veld. En hoeveel zat je? Aan 80. Is dat iets wat je heel vaak doet? Ja, vroeger moesten we daarop trainen, van de trainer. En mijn record is 250, maar ja, 80 is ook al goed. En wat heb je nu gewonnen? Een kaartje en dan kan je achter een match aan de fanshop achter de bal halen. Verkoopt het een beetje? Ja, het verkoopt heel goed. Zeker aan de poort staat, verkoopt het wel nog goed. Wie is de favoriet van de mensen? Voorlopig Rui Zanjali. Geen Lokerse supporters, wel een reuze grote tifo. Met daarop de boodschap voor onze voorzitter uit 1 miljard. Happy birthday uit ons supportershart. We hebben er heel redelijk veel werk aan gehad. Ja, het kwam er eerst op neer dus van diverse stukken één groot stuk te maken van 150 vierkante meter. Geschikte locatie te vinden, ruimte en ja, beschut zitten tegen de regen en wind en dergelijke. Aftekenen, spuiten, dan nog eens vervoeren. Het was een heel onderneming inderdaad.
En als je het nu ziet hangen, ben je trots? Heel trots, mega trots zelfs. Dankjewel, hè. Een schat van een mens. Ik denk niet dat we ons een betere voorzitter kunnen wensen. Dat is een mens die empathisch is, gevoel heeft. Ook van we dat een komt en we dat nu staat. Er staan nog altijd missen twee voetjes op de grond. Dus de kerel heeft van ons alle respect. Ik heb gereageerd op een oproep om een slogan te verzinnen voor de 50ste verjaardag van onze voorzitter, Mara Koeken. En die hangt er nu. Wat doet dat met jou? Dat is heel leuk om te zien eigenlijk. Dat is heel tof. Je hebt een reuzengroot verjaardagscadeau mee, denk ik. Hè? Ja, dus namens de Kustboys, de supportersfederatie van KVO Oostende, ga ik dat aan Mara Koeken afgeven. Als we die niet hadden gehad, dan hadden we 23 gezeten. Hè? Ik vind het een heel toffe gast. Ik zou willen horen met zijn bankrekening ook natuurlijk. Maar ik vind het een heel sympathieke mens. Hè? Ja, dat is hotse schenk voor KVO. Meer kan ik daar niet over zeggen. Super, ook ja, beste voorzitter van deze klasse. Punt. Oh, het is een hele joviale man. Doet zeer veel voor ons. En voor de supporters ook. Hey, na de match ging het verjaardagsfeest gewoon voort in het businessgebouw. Winst of verlies, in Oostende weten ze wat feest is. We hebben 42 jaar een studentcafeetje. En ik vind het zo fantastisch. Ik heb mij zot geamuseerd. Ik heb hier mensen gezien van vroeger. Wat die jongen bereikt heeft. Ik ken ook zijn vrouw Nathalie, die ook farmacie gestudeerd heeft. Zijn twee kindjes. Zijn spontaniteit. Zijn een inzet voor iedereen. Ik ben er zo fier op. Dit programma werd u aangeboden door deze sponsors.